8000 maal pootje over. Voor zo'n 1000 rondjes schaatsen. Waarbij ongeveer een afstand van 200 kilometer wordt afgelegd. Dit gebeurde zondag in de IJshal in Leiden. En allemaal voor het goede doel. Nou, vandaag hebben we hier de zogenaamde 1000 rondjes van Leiden. Dat is een wedstrijd ten gunste van het voor de opbrengst voor het goede doel. En dat houden we hier vandaag. Voor welk goede doel wordt hier geschaatst? We schaatsen vandaag voor de Monique Velzenboer Foundation. En dat is weer indirect ten goede aan het Lilianenfonds. Er wordt vandaag voor uw stichting geschaatst. Vindt u ervan? Ja, ik vind het echt helemaal fantastisch. Het is heel druk bezet en ontzettend leuk om te zien hoe enthousiast iedereen is. En dat wij voor de derde keer dat ze het organiseren, het fonds is waar ze voor schaatsen, is natuurlijk ontzettend leuk. 1000 rondjes, jullie zijn al vroeg begonnen. Ja, wij zijn vanochtend om 5 uur begonnen met opbouwen. Om 6 uur zijn de eerste mensen van start gegaan. Opgedeeld in een paar groepen. Er zijn groepen die schaatsen, individuele die schaatsen. Een gedeelte is binnengekomen en een gedeelte is nog niet binnen. En dat zien we nu hier achter ons schaatsen. Meneer, 1000 rondjes aan het schaatsen. Hoe ver bent u? We zijn klaar. We hebben met de ijsclub aan Koudekerk hebben we met z'n 750 rondjes gereden. Dus bij elkaar 1000. Vandaag 1000 rondjes aan het schaatsen? Ja. Ja, hoeveel hebben jullie er nu al? 100. En jullie doen er maar 100 of gaan jullie ook voor de 1000? Nee, alleen voor de 100. Maar het ging goed. Het was een beetje spannend in de bochten, want er zaten wat scheuren in het ijs. Net als buiten, zeg maar. Maar het ging prima. Ja. Vertel eens, waarom schaatsen voor het goede doel? Nou, omdat wij willen gehandicapte kinderen helpen. Wat gaat er met het geld voor het goede doel gebeuren? Het geld gaat naar het Lilianenfonds. Dat is een fonds dat zich inzet voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. En dat geld komt dus bij het Lilianenfonds terecht. En die helpen de kinderen met protheses, rolstoelen, opleiding. Zodat de kinderen weer op eigen benen kunnen staan. Hoeveel geld hoopt u dat er vandaag opgehaald wordt met die duizenden rondjes die gereden worden? Nou, zoals ik het nu zie, is het ontzettend druk. En de stand was op 4600 euro. Dat vanochtend zag ik. Dus, en ik zie er nog steeds heel veel mensen geld doneren. Dus als we ruim de 5000, dat zou wel fantastisch zijn. Nou, ik heb wel een indruk dat we een beetje over de 7000 euro zijn. Maar exact zou ik het niet durven zeggen. Was dat ook ongeveer het streefdoel, die 7000? Dat is in ieder geval hoger dan het vorig jaar. De uiteindelijke streven zijn natuurlijk altijd nog veel hoger, maar we zijn ook hier bijzonder blij mee, moet ik zeggen.